Als we in een compacte cluster de laatste rechte lijn inkomen met nog 600 meter af te leggen in het Jan Kneijnenburg Transport BV Jackpot Quartet. Paarden hebben nog 500 meter nu te gaan en het is nog altijd Vaki Oldenzon die leidt. Vaki Oldenzon, Bizar Zandberg op de tweede plaats. Wordt nu weer naar buiten genomen voor een contra-attack. Rob van Toor die gaat de aanval openen op de leider. Daarachter volgt op de derde plaats dan opkomend Coman Scott. En aan de binnenzijde zien we daar ook nog zoekend naar een gaatje. De andere deelnemers, meer bepaald Destrier. We zijn in de laatste meters. De leiding is overgenomen door Bizar Zandbergen. Maar daar komt aan de buitenzijde Coman Scott. En Coman Scott komt naar voren erop en erover. Coman Scott naar de tweede plaats is het dan nummer 5. Vaki Oldenzon naar de derde plaats. Destrier, dat is de 1-2-3 hier in de kwartetkoers. Dames en heren, de uitslag van de zesde koers is officieel. De koers werd gewonnen door nummer 9, Coman Scott, in een kilometertijd van 1.21.5. Tweede geplaatst nummer 5, Vakia Oldenzon. Derde de 3, Destrier. Vierde de 4, Bizar Zandbergen. En vijfde de 1, Broer van Bremen. 9-5-3-4-1. Rogier. Jan Kneijnenburg is erbij om deze huldiging te verrichten. De man naar wie de koers vernoemd is. Jan, dank voor jouw geweldige bijdrage. We gaan met de bloemen richting John de Leeuw. Hij wint het Jan Kneijnenburg Transport BV Jackpot Quartet. Hij doet dat met Coman Scott. Paard dat wel weer een keer toe was aan een overwinning. Eigenlijk het toonbeeld van trouw. Maar ja, vandaag weer eens een keer de eerste prijs, en dat is mooi. De ereprijzen worden overhandigd door Jan Kneijnenburg. John, gefeliciteerd. Ja, jij bent een van die mannen die precies weet wanneer op het gras van koers begint, hè? Nou, het zijn lange enden. Dus ja, ik hou van wachten. Dat is mijn stijl een beetje. Ja, en op een gegeven moment moest ik... Ja, ik kreeg hem heel mooi onderweg. Maar halverwege de laatste hoek zat John Dekker voor me. En die had op een gegeven moment niet veel meer. En toen liepen de twee voorste paarden weg. En waar die wel een hekel aan heb als ik te vroeg moet beginnen. Toen moest ik er omheen rijden, maar ik weet altijd dat Rob dan ook op een gegeven moment eruit trekt. Dus dan heb ik toch weer een ruggetje. Ja. Dus, en dat, ja, dat kwam allemaal heel mooi uit. 1-1 is 2, zeggen we dan. Jan Kneijnenburg is er met de ereprijs voor jou, John. De bloemen. En als de fotografen hun werk hebben gedaan en dat is op dit moment aan de orde, komt er een mooie foto aan het kantoor van Kneijnenburg Transport BV. En kunt u in de handen, dames en heren, voor een fantastisch paard. Zo een die door Bas Krebas een hele lange carrière heeft gekregen. En voorlopig nog lang niet uitgewonnen is. De 9-jarige Coman Scott en John de Leeuw. We gaan dan de Klingendaalbocht indraaien onder aanvoering van Bizar Zandbergen. Bizar Zandbergen met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats volgt Destrier, derde is Broer van Bremen. Vierde aan de buitenzijde is dan Vaki Oldenzon. En die wordt gevolgd door Andreas Wagerman met dicht daarbij dan de nummer 2, Cousin Leblanc. En zo zijn we aan de overzijde van de baan. Daarachter Coman Scott met Adelaar. Dan Eagle Trans Air en op een enkele lengte volgt dan Everton. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Bizar Zandbergen heeft nog altijd 3/4 lengte voorsprong. Vaki Oldenzon op de tweede plaats. In derde positie Destrier. En de vierde plaats is dan voor Broer van Bremen. Zo gaan we langs het laantje van Jochems. Vijfde aan de buitenzijde Cousin Leblanc. Dan Coman Scott, Andreas Wagerman, Adelaar, Eagle Trans Air en Everton. Zo zijn we einde overzijde. Gaan de laatste bocht naderen. Vaki Oldenzon heeft het veld nog altijd op sleeptouw. Die heeft nu de kop overgenomen namelijk van Bizar Zandbergen. Dat is de situatie die we nu kennen met in derde positie Destrier. Dat is de 1-2-3 met op de vierde plaats daar achteraan de buitenzijde oprijdend Cousin Leblanc. We zijn halverwege de laatste bocht. Vaki Oldenzon een lengtevoorsprong. Bizar Zandbergen tweede. En derde aan de buitenzijde is dan Cousin Leblanc. Dat zijn de frontrunners. De paarden worden dan gevolgd door Destrier dan volgt Broer van Bremen en de hele rest als we in een compacte cluster de laatste rechte lijn inkomen met nog 600 meter af te leggen in
in het Jan Knijnenburg Transport BV Jackpot Quartet. Paarden hebben nog 500 meter nu te gaan. En het is nog altijd Vaki Oldenzon die leidt. Vaki Oldenzon, Bizar Zandberg op de tweede plaats. Wordt nu weer naar buiten genomen voor een contra-attack. Rob van Toor die gaat de aanval open op de leider. Daarachter volgt op de derde plaats dan opkomend Command Scott. En aan de binnenzijde zien we daar ook nog zoekend naar een gaatje. Een de andere deelnemers meer bepaald Destrier. We zijn in de laatste meters. De leiding is overgenomen door Bizar Zandbergen. Maar daar komt aan de buitenzijde Command Scott. En Command Scott komt naar voren erop en erover. Command Scott naar de tweede plaats is het dan nummer 5. Vaki Oldenzon naar de derde plaats Destrier. Dat is de 1-2-3 hier in de kwartetkoers.